Jonathan, hier zijn we dan weer, gezellig. Ja, dat is tijdens een pleegwees onderhoud natuurlijk. Ja, we hebben het nou heel klein gehouden natuurlijk, met z'n tweeën. Ja. En ja, dat we toch gewoon het gevoel hadden, we moeten iets doen. Maar inderdaad, wat je zegt, van kom weer terug naar de vader. Dan ga ik vanavond ook over zingen. Oké. Okay. Engelstalig, come to the father. Amen. Daar staat het ook in. Dat hij dan inderdaad het grootste gift heeft gegeven wat hij kon doen, en dat was zijn zoon. En ja, daarom is het nummer, vind ik dat zo mooi. Dat alle kracht van de wereld en alle kracht van zijn bloed, alles was gedaan. En, dat wij konden komen. Van. Ja. Dat zegt het lied ook. Ja, en over ja, nu over, ja, er wordt zoveel verteld over de virus en corona. Iedereen heeft er direct mee te maken, of het dan financieel is. Heel de wereld. Dat er in de familie corona heerst ook. Ik maak het zelf mee. Dat in de familie van mij ook. Vriendenkringen. Het gaat overal door. En als je nou rijk, arm bent, iedereen kan er door getroffen worden. Helaas, maar het is. En ja, er wordt al zoveel over gezegd hier. En we zijn even stilgezet. We horen Gods stem weer. Ja, nou ja, dat is hè. Dat als het stil is, dan ga je weer iets horen. Ja. En omdat er altijd zoveel kabaal is in de wereld. Onrustig weer. Kijk nou, de mensen die op Schiphol wonen, die hebben eindelijk weer een keer rust na 100 jaar. En dat is wel heel apart. En niet dat ze er allemaal blij mee zijn, wie er hoef je ook blij niet mee te zijn. Maar aan de andere kant komt de natuur wel weer terug, minder stikstof. En je kunt het ook in die kant zien, dat er alles wel op een gegeven moment een reden heeft natuurlijk. En dat het af en toe ook de voordelen heeft. Wij worden echt stilgezet. En we worden stilgezet. Hè? En we buigen weer voor de Heer. Ook dat. En ik vind dat goed. Weet je? Je neemt daar ook de tijd voor. Kijk, het is voor ouders die kinderen hebben en die dan in één keer ook thuisgezet worden, ook weer voordat de kinderen thuis zijn. Mm-hmm. Is niet makkelijk. Maar een gezin leven brengt ook weer eenheid. Maar het geeft wel eenheid. Mensen gaan weer spelletjes doen. Ja. Het is niet de hele dag maar computeren. Want ik denk dat de kinderen na 3-4 weken ook wel genoeg hebben van een tablet. Alhoewel, dat is misschien ook niet waar. Hè? Maar de hele dag film kijken, daar word je ook niet recht van. Nou, moeders moeten nu lesgeven, hè Jan. Dus ik bedoel, we zijn allemaal bezig om... Ik vind het wel mooi om te zien, kleine schooltjes en als je dat nu ook volgt, ook via internet en via vrienden van mij en kennissen, dat er zoveel creativiteit is, hè, ja, dat mensen toch allemaal dingen gaan doen die ze eigenlijk normaal nooit zouden doen. Nee, klopt. Hè, en klopt. Als mensen, kijk, we kunnen nog gelukkig naar buiten, we kunnen nog de bossen in, we kunnen nog wandelen, mm-hmm, hè, ook met het gezin. Kijk, dat gebeurt nu, vooral met deze mooie dagen. Als de kinderen vakantie hadden, zaten ze allemaal achter hun telefoon. En nu kunnen ze lekker naar buiten met het hele gezin. Dus je gaat andere dingen doen. Klopt. Je draait het om. Dat is juist ook wat God doet. We worden omgedraaid. Maar het is dan wel apart. Wat de regering niet voor elkaar krijgt, gebeurt nu wel. Het gebeurt wel. De eenheid wordt weer gecreëerd. De eenheid. Mensen gaan naar elkaar toe. Hij wint ons. En hij haalt dingen uit elkaar wat een normale binding is geweest eigenlijk. Ja. Ja, wat wij ook altijd vanzelfsprekend vonden. Ja. Maar het is helemaal niet vanzelfsprekend. Die zijn we kwijt. En we worden weer teruggezet. Mm. Dus ik vind het aan de andere kant ook, van ja, hoe je het dan ook wil bekijken. Hè? Het is al een film, hè, van dat iedereen thuis moet blijven. Mm-hmm. En zover is het nog niet hier in Nederland. Maar het is en blijft natuurlijk een vreselijk iets. Het is vreselijk. Het is echt verschrikkelijk wat er gebeurt. Het is echt een toorn die op ons geval is. Het is verschrikkelijk. En als je al die cijfers ziet en alle mensen die... Hè, dan denk je van oké, weet je. Je bent nu echt alleen als je alleen bent. Je bent alleen, ja. Terwijl ik toch heel gewend ben om alleen te zijn. Nee, maar velen kunnen het niet. Heel veel mensen kunnen dat niet natuurlijk. En vreselijk ook voor opa en oma's die hun kleinkinderen niet kunnen zien. Die hebben al een moeilijke periode en de kinderen kunnen niet komen. Klopt. Dat is hartverscheurend. Ik had mijn moeder gebeld en die heb ik natuurlijk ook al een hele tijd niet meer gezien. Vanaf donderdag mocht ik niet meer komen. Dus weer een kleine week. Maar ze zegt tegen mij van, waarom kom je niet meer? Ja, dat leg je maar zo niet uit. Nee, dus dat is voor haar best, het is voor de mensen heel erg moeilijk. Heel verdrietig ook. Ja. Nou, hoop ik dat ze
gezond mogen blijven. En dat God ontfermt over onze ouderen, hè, die het heel moeilijk hebben op dit moment. Ja. En dat ze toch beschermd zijn van de duisternis die heerst. Laat ik het zo stellen. Ja, ja. Nou, hoe leg je dat uit? Ook naar een kind toe. Hè? Leg je niet uit. Waarom mag ik niet naar opa of oma? Maar wat mooi, hè? Dat zie je in Joodse gemeentes ook. Hè? De Joden spelen terwijl ze aan de andere kant van het land oorlog vieren. En dan zie je vandaag de dag ook de kinderen spelen. Die hebben plezier. Kinderen spelen. Ja, geweldig. Wordt als een kind. Ja, maar dat is het ook. Wordt als een kind. En ja, in ons hart zijn we allemaal nog kinderen. Ja, als dat weer terugkomt is het goed. Als dat weer terugkomt, dan is het goed. Als het hart er weer is, amen, in de mens. Ja. Nou Jan, ik ben benieuwd. Ja. Het mooie lied. Een tijd geleden dat ik dit gespeeld heb. Engelstalig. Amen. We hebben een internationaal gezelschap op Facebook. Ja. Dus, ja. Come to the Father. For the world begun. Your own is mine. Every tear you cry is precious in His eyes. Because of His great love, He gave His only Son. Every sin was done, so nothing you can do make Him love you more, and nothing that you've done close may close the door. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you. To the Father, such a gift is small. Broken hearts, broken lives, He'll take them all. Power of the world, the power of His love, everything was done. Nothing you can do could make Him love you more, and nothing that you've done make Him close the door. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you'd come. Come to the Father, such a gift is small. Broken hearts, broken lives, He will take the Lord. The power of the world, the power of His blood, everything was done. So you would come to the Father. Such a gift is small. Broken hearts, the broken lives, You take them all. Power of the world, power of His blood. Was done, so you would come. The power of the world, the power of His blood, everything was done, so you would come.
Amen. Alle kracht van de wereld. Amen. En de kracht van het bloed. Van zijn bloed. En dan was alles is gedaan. Dus yo, het is gewoon zo'n krachtig nummer. En toch is het in het Engels ook weer anders dan klopt. Weer in het Nederlands. Ga ze dieper. En ja, dat is het. Gewoon kom tot de Vader weer. Mm-hmm. He? Dan vraagt hij ook. Kom bij mij terug. Ja. En ja, dat is het. Amen. Amen. Dankjewel, Jan.